Afgelopen dagen hebben er hier op de Johan Huizingalaan meerdere ernstige incidenten plaatsgevonden. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus heeft er hier achter mij een beschieting plaatsgevonden op een bedrijfspand. Dit was ongeveer om 16:30 s'nachts. Slechts 2 dagen later, in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 augustus, wordt er weer een bedrijfspand beschoten. Dit gebeurde ongeveer om 3 uur s'nachts. Als we dan een onderzoek doen ter plaatse, wordt er aan de achterzijde van het pand een explosief gevonden. Afgelopen nacht, 15 augustus, rond 14:50 was het weer raak. En heeft er hier achter mij een explosie plaatsgevonden waarbij een bushokje en een voordeur zijn beschadigd. Gelukkig zijn er bij deze incidenten geen gewonden gevallen. Maar we willen wel heel graag weten wie hier verantwoordelijk voor is. Heb je iets gezien of gehoord of heb je meer informatie? Laat het ons dan weten.